we hier mogen staan na een jaar, dat vind ik echt een enorme eer. Met een klap op de gong opende Lucile Werner op 18 november de beurs in Amsterdam. 5, 4, 3, 2, 1. Lucile wil op deze manier aandacht vragen voor haar organisatie CAP 100, die precies één jaar bestaat. CAP 100 is een sleutel tussen het bedrijfsleven en mensen met een handicap die aan het werk willen. Dus wij hebben een talentenbank waar heel veel mensen met een handicap opstaan die graag aan de slag willen. En we hebben 10 multinationals die dat ondersteunen. Omdat ik toch merkte dat als je kijkt naar mensen met een handicap, ze heel vaak geen werk hebben. En toen dacht ik, nou dat moet toch anders. Dat kan toch niet zo zijn. En het gaat goed. We hebben echt, om precies te zijn, nu 65 levens veranderd, zeg ik iedere keer. Schiphol is een van de 10 bedrijven die CAP 100 ondersteunt. Ja, CAP 100 is ongelooflijk belangrijk voor een groep mensen die anders toch zonder het extra steuntje wat CAP 100 aan hen geeft, zeg maar een werkervaringsplek op kunnen doen. En CAP 100 is heel erg belangrijk voor de beeldvorming rond deze groep mensen. Wat is dan de beeldvorming die dan nog steeds heerst? Nou ja, vanuit het bedrijfsleven toch wel vaak dat mensen met een handicap bijvoorbeeld uitvallen hebben of dat ze toch ja, niet tot grote successen in staat zijn. Het ligt ook vaak ook aan de doelgroep zelf, hoor. Die moet ook wat meer durven, wat meer komen. En als die twee dan goed gematcht worden met elkaar, dan kan er een heel mooi huwelijk tot stand komen, denk ik. Een van de manieren waarop we hier invulling aan geven is om mensen daadwerkelijk concreet een kans te bieden. Maar let op, dat is geen kans vanwege de kans. Dat is omdat wij daadwerkelijk geloven dat deze mensen het best geschikt zijn voor de plek die we hebben. Het zijn vaak mensen die geleerd hebben om moeilijkheden te overwinnen. Extra gemotiveerd, zeer hoog opgeleid. Dat maakt het voor ons extra interessant. En zo combineren we onze behoefte aan kwalitatief goed geschoolde en gemotiveerde mensen. Met tegelijkertijd aan deze groep ja, dat extra steuntje in de rug te bieden wat ze ook nodig hebben. Zonder Schiphol zouden we het een stukje moeilijker hebben. Zo is het maar net.